Dit is een review over een patatje mayo. Ik had al een keer een review gemaakt over een patatje mayo, maar dan in de vorm van chips in feite. Maar nu gaan we een echte patatje mayo reviewen. En dit is van de lokale snackbar die bij mij om de hoek zit. Want dit is snackbar Betaplein. En ik ga deze reviewen. En ik ga ook, nou ja, mijn favoriete snack reviewen. Dat is een frikandel mayo. Dat is dit dus. We gaan kijken hoe de patat mayo smaakt. Dit is trouwens vliegtuig van Oleon. Die gebruiken ze daar. Oké, hij is niet slecht. Hij smaakt aardig lekker. Ik neem er nog een dip van. Deze snackbar heeft overigens goede openingstijden. Hij is open op dinsdag tot met vrijdag. Van 11:30 tot 10:00 s'avonds. En op zaterdag en op zondag is hij vanaf 3:00 middags geopend tot 11:00 s'avonds. En maandag is hij gesloten. Nou, dat was de patat mayo. Nu gaan we over naar de frikandel met mayo. Dat is dus deze. Nou, de frikandel mayo is ook erg lekker. Ik ben blij dat je tegenwoordig dus zowel in chips maakt als in gewone vorm met patat mayo hebt. Waarvan de chips maakt van de Remia, overigens die saus, althans dat ze zeggen, is van de Remia en deze is van Oleon. Nou, we gaan nog één keer patatje mayo doen om een definitief eindoordeel te vellen. En dan is deze review weer afgelopen. Niets mis, maar. Ik heb de 8,5. Frikandel vond ik ietsje minder, maar het scheelt niet heel veel. 8 ongeveer. Maar het zijn allebei prima producten van Snackbar Betaplein. En ongelooflijk maar waar. Deze snackbar heeft 82 recensies. En heeft de volle 5 sterren op Google. 5,0 nou, sterren. Dus dat is heel erg knap. Er zit geen enkele ster minder bij dan 4 sterren dus. Betekent dat dus ongelooflijk knap voor een snackbar die sinds eind augustus vorig jaar begonnen is en het uitstekend doet. Zeer geliefd bij scholieren en mensen die hier wonen. Dus chapeau voor deze snackbar, chapeau voor de patat mayo en chapeau voor de frikandel mayo. Het smaakt echt fantastisch en verrukkelijk. Nou, dat was hem. De patat mayo review en de frikandel mayo review. Dit kun je gerust halen. En nou ja, overdag vind ik het wel prettig om een patatje te halen. Het is gewoon lekker licht en heb je gewoon lekker zonlicht en zo. En nou ja, prima patatje en prima frikandel. Niets mis mee. Bestel de volgende keer eventueel weer. De volgende keer gaan we waarschijnlijk naar El Aviva in Rotterdam. Dit is waar de kapsalon is uitgevonden in 2003. En ik ben benieuwd hoe de kapsalons der kapsalons zal gaan smaken. Tot vrijdag. Doei!